1-0 zege tegen Rebek, wat stugge wedstrijd, maar verdiende kwalificatie. Ja, inderdaad. Ik denk dat we een paar heel goede kansen bij 1 hebben gevoetbald. Gelukkig scoren we vroeg en kunnen we, ja, in al bij al zijn we eigenlijk makkelijk doorgaan, denk ik. We zijn eigenlijk niet in de problemen gekomen vandaag, denk ik. Dus dat is het belangrijkste, dat we door zijn vandaag. Ja, jullie scoren vroeg. Heel knappe goal ook. Ja, inderdaad. Voorzet van Jari, denk ik. En Jeroen die een mooie binnenkopt in de linker benedenhoek. Dus knap doelpunt. Ja, je was ook zelf een paar keer dicht bij de 2-0. Ja, inderdaad. Een paar keer op hoekschop. Mooie doorgekopt eens van Svenny. Dat ik kan koppen op doel. Ik denk dat de keeper hem mooi pakt. En dan op corner eens rechtstreeks. Dat ik goed naar de grond kom, denk ik. En opnieuw de keeper die goed pakt. Dus ja, dat is spijtig. Ja, maar wie weet komt er nog een doelpuntje. Dat was ook zo'n wedstrijd waarin je vrij hoog kon aansluiten. Ja, inderdaad. Rebek kwam dan in het midden van de tweede helft met 10 man, waardoor ik eigenlijk meer kon opschuiven en aanvallend kon spelen. En ja, dat doe ik wel graag, zo opschuiven op mijn linkerflank. Dus, ja. Plaatjes worden straks wat duurder opnieuw. Ja, inderdaad. Met nu Jimmy die komt en Kennedy komen er weer 2 nieuwe versterkingen, maar blijven werken op training en dan zien we wel. Dus, ja. Volgende wedstrijd nu, opnieuw een bekerwedstrijd. Ja, inderdaad. Worden we zaterdag hebben of Ruppelboom. We zullen zien wie het wordt en we gaan er opnieuw een hele trainingsweek voor werken en proberen opnieuw door te stromen.